In Museum Klok en Peel in Asten is op vrijdag 5 april de wisseltentoonstelling De beroemde prentbriefkaarten van Berkers Verbund officieel geopend. Marleen Berkers, achternicht van uitgever Janus Berkers, verrichtte de openingshandeling samen met Frans van Lierop, een van de auteurs van het boek over de prentbriefkaarten van Berkers Verbund. Austea Jonikaiten van Cyrus TV was daarbij aanwezig. Nou, mevrouw Berkers, vandaag is de tentoonstelling geopend. En u bent de achternicht van, de achterkleinnicht als ik het goed zeg, zelfs van Janus Berkers. En wat is nou precies de familieband tussen jullie? Nou, het was een broer van mijn opa. Dus een oom van mijn vader. Dus, en dan ben ik dus weer het achternicht van Janus Berkers. Ja. En als ik het zo hoor, heeft hem zelf niet gekend? Nee. Hij was van 1900, voor 1900. En hij is geloof ik in 1906 naar Amerika gegaan. Moeder was denk ik 10. Of vader was denk ik 10 en moeder was denk ik 6. Maar de verhalen werden thuis in geuren en kleuren verteld. Dus, ja, want de verhalen, wat kan u allemaal over hem vertellen? Wat weet u, wat heeft u gehoord? Nou, nee, daar zal ik niet te veel van zeggen. Want dat had een tintje. En die waren heel spannend. En vandaar dat ze regelmatig verteld werden. Maar die laat ik gewoon bij de familie. Ja, we hebben hier een tijdje geleden al gesproken. En nu is het zover dat het ook werkelijk hier geopend is. Hoe is dat? Ja, ik vind het heel erg leuk. En heel erg mooi geworden ook. Voor mij ook heel erg leuk dat ik mevrouw Berkers voor het eerst ontmoet. Die nota bene op een steenworp afstand van mij in Eindhoven blijkt te wonen. Dat vind ik heel leuk, maar ja, prachtige objecten. Het voelt als een grote voldoening om het hier zo te zien. Ja, dat geloof ik, want toen we hier waren stonden eigenlijk alleen voor de wandjes hier, maar deze objecten waren nog niet. Nee. Geeft het nu ook echt meer leven, vind je? Absoluut, absoluut. Deze simplex hier bijvoorbeeld, die loopt echt. Het enige lopende exemplaar uit Nederland, speciaal door iemand uit Friesland naar hier gehaald. Ja, zo'n hondenkar, dat is leuk natuurlijk. En kinderen mogen zich verkleden, dus er is veel meer levendigheid natuurlijk nu dan met alleen de plaatjes. Jacques, vandaag is de expositie van Berkers Verbund geopend en u bent een van de mede-auteurs van het boek. Hoe is het voor u om hier nou te staan, omringd door al deze prenten? Nou, ontzettend leuk natuurlijk, want de bedoeling was om een boek te maken. Maar dat boek is een eigen leven gaan leiden en is een tentoonstelling geworden. Dus dat is extra leuk natuurlijk. Ja. Ja, als we even terug gaan naar het boek. Hoe is dat boek ontstaan en hoe is het schrijfproces geweest? Nou, het leuke is dat Berkers Verbund is in aanzichtkaartenland, wij zeggen prentbriefkaarten, is een hele beroemde naam. Omdat dat een bepaald type kaart is die heel gezocht is. En dat maakt die kaarten ook enorm duur op de markt. Dus verzamelaars, dat is een mythische klank, Berkers Verbund. En er was er eentje in Nederland, die heeft alles compleet. En die woont toevallig in de buurt. En die heeft vier mensen bij elkaar geroepen, of drie mensen bij hem geroepen. Zijn met z'n vieren. En die heeft gezegd, ik wil er een boek van maken. Van alle 675 kaarten die we hebben van Berkers Verbund. En dat hebben we gedaan met z'n allen. Kijk, ja. En met z'n allen, hebben jullie al dingen ontdekt tijdens het boek die jullie helemaal niet wisten over bijvoorbeeld Janus of de prenten? Ja, we hebben allerlei dingen ontdekt. Dat is eigenlijk te veel om te vertellen. Daar moet je het boek voor lezen, zou ik zeggen. Maar we hebben onder andere vlak voordat het boek in druk ging, zijn we erachter gekomen wat nou precies de druktechniek is van de kaarten van Berkers Verbund. Want het is een hele apart procedé. En wat ik zelf heel leuk vind is, ik heb al die 675 kaarten uitvergroot. En toen viel me op dat er op minstens 100 van die kaarten een driewielige motor staat. En die driewielige motor, wat doet die daar? En daar stond ook nog een nummer op. En toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat dat de motor van de fotograaf was. En de fotograaf kwam uit Amsterdam. En dat hebben we ontdekt via het kentekennummer wat op de motor staat. En er is maar één zo'n motor in Nederland geweest. En die heeft dus in 1906 al die 80 plaatsen in Brabant en Limburg afgereden om die foto's te maken. En we vinden het ontzettend leuk dat het museum Asten moeite heeft gedaan om zo'n motor te vinden. Dat kan dus eigenlijk niet. Nou, een driewieler helemaal niet meer. Maar we hebben wel precies een simplex motor uit 1905 hier staan. Dus je kunt precies zien hoe die motor eruit ziet. Maar dan moet je er één wiel bij denken. Dus het is niet alleen een bijzondere ontdekking, maar ook eigenlijk heel bijzonder dat zo'n motor hier staat. Ja, precies.
Het leuke is dat hij er nog is, dat er nog één werkend exemplaar in Nederland is. En daarnaast hebben we hier een hondenkar staan. Had ik eigenlijk ook nog nooit in het origineel gezien, maar die staat ook op verschillende kaarten. Dus we hebben wat leven gebracht in de kaarten die anders een beetje saai aan de muur zouden hangen. En we hebben ze ook allemaal uitvergroot. En we hebben de camera hier staan. En we hebben het procedé van hoe je foto's maakt in die tijd. En we hebben het enige exemplaar van de krant staan dat Janus heeft uitgegeven. En waarvan we hopen dat dat nog een keer gedigitaliseerd wordt. Want het zou mooi zijn als dat bewaard blijft voor Asten en omgeving.